Woensdag 9 maart 2022. Ik ben Axel van BTC Direct en samen met jou gaan we lekker deep dive in het allerlaatste nieuws rondom crypto en economie. Alles wat ermee te maken heeft, gaan we hier bespreken en uitdiepen. Daarna natuurlijk nog een blik op de koersontwikkeling in de grafieken voor Bitcoin. In het nieuws vandaag: Nederland gebruikt voor het eerst in ruim 10 jaar oliereserves. Thailand die verlaagt de belastingen op crypto om de sector te stimuleren. De crypto donaties naar Oekraïne die staan al op 60 plus miljoen Amerikaanse dollar. Bitcoin stijgt flink na verschillende geruchten over gunstige wetgeving in de VS. En de Bitcoin fees die zijn ook verdubbeld, maar toch zijn ze nog steeds verwaarloosbaar. Maar laten we beginnen met de leukste stijging van allemaal, namelijk die van de koersen van eigenlijk alle crypto's. Als we coinmarketcap.com erop na gaan slaan, dan zie je al direct wat ik bedoel. Natuurlijk, over de afgelopen 24 uur kleurt het meeste weer hartstikke groen. En daar waren we met z'n allen natuurlijk wel weer even aan toe. Het is een lekker begin van de dag, in ieder geval dat het vanmorgen dus was. Bitcoin stond op een bepaald moment, over de afgelopen 24 uur, zelfs ruim 8,3% in de plus. Ether deed het ook goed. Die ging meer dan 7,5% omhoog. Inmiddels is het weer ietsje afgezwakt, maar we hebben dus echt nog steeds goede percentages te pakken nu. En ja, die stijgingen die lijken dan toch heel toevallig samen te vallen met het lekken van delen, of in ieder geval gedeeltes van de nieuwe cryptowet die aanstaande is in de VS. Stond kortstondig op de officiële website van de Amerikaanse overheid. Het artikel werd vrijwel direct weer offline gehaald. Maar ja, op het internet kun je natuurlijk niets echt verwijderen. Dus er zijn nog voldoende screenshots en backups van te vinden. En daar hebben wij natuurlijk ook even in rond zitten neuzen. Overigens klinkt dat een beetje raar, maar goed, door het tijdsverschil met de VS was dat per ongeluk delen. Daar eigenlijk midden in het holst van de nacht. Daar zou waarschijnlijk niemand er echt bovenop hebben gezeten. Maar ja, hier is dat natuurlijk andersom. Hier is wel iedereen hartstikke wakker. Dat zorgt ervoor dat het dan ook direct eigenlijk alsnog breed is opgepakt. Nou, die per ongeluk gedeelde verklaring dus, die is geschreven in naam van Janet Yellen. Dat is de minister van Financiën van de VS. En daarin staan een aantal zaken, zoals dat het uitvoerend bevel substantiële voordelen zou kunnen opleveren voor het land, consumenten en bedrijven. Dat is daar een passage uit in ieder geval. Verderop wordt er ook nog gewoon ouderwetse taal aangehaald, zoals het zal ook de risico's aanpakken die verband houden met illegale financiering, consumenten en investeerders beschermen, bedreigingen voor het financiële systeem en de bredere economie voorkomen. Maar goed, Yellen beschreef daarin ook de volgende stap die het ministerie van Financiën als geheel zou gaan nemen. En dat is namelijk dat ze crypto beter willen gaan begrijpen en daarom ook beter kunnen gaan reguleren binnen de regels dus van dit uitvoeringsbesluit. Dus het lijkt er aan geen enkele kant op dit moment dat er iets van een verbod of wat dan ook voor rariteiten aan zitten te komen. Maar eerder gewoon een redelijk ruim en duidelijk pakket aan regels. Om dat ministerie van Financiën te kunnen gaan helpen bij alles wat er moet gebeuren daaromheen, zullen ook andere overheidsorganen gaan samenwerken. Zullen met z'n allen op korte termijn een rapport gaan opstellen over de toekomst van geld en de toekomst van betalingssystemen in het land. En daarmee wordt overigens niet alleen maar naar de situatie binnen de landsgrenzen gekeken, maar ook juist naar de situatie daarbuiten. Verschillende internationale spelers zullen daarbij worden meegenomen en meegewogen om te kijken hoe dat het ook internationaal goede aansluiting kan gaan vinden op de daar geldende wet en regelgeving. Nou, in het bericht wordt verder nog gesuggereerd dat het uitvoerend bevel dus wereldwijd ook om die reden implicaties kan gaan hebben. Ze zullen dus echt de samenwerking met name gaan opzoeken met haar internationale partners, zoals het daarin wordt beschreven. Een grote kans dus dat Yellen daarmee bedoelt Canada en de Europese Unie. Maar goed, alles wat er nu naar buiten is gekomen lijkt dus niet af te steven of een verbod of wat dan ook. Integendeel, juist op een bredere adoptie en een bredere samenwerking, met name op internationaal vlak. De prijs van Bitcoin gaat nu weer lekker, maar de afgelopen week hebben we ook een stijging gezien in een heel ander facet van het netwerk, namelijk, lang niet meer over gehad, maar de transactiekosten. Waarom hebben we het daar ook al lang niet over gehad? Nou, sinds juli 2021 zijn die eigenlijk heel erg stabiel en vooral ook heel erg laag. En nu hebben we dus een spike gezien tot zelfs even een verdubbeling aan toe kortstondig. Maar ja, als je hier op deze grafiek gaat kijken, zie je al heel snel dat het veel ernstiger klinkt dan dat het ook daadwerkelijk is. Want dat is dus dit kleine bumpje omhoog dat je hier ziet.
Maar ja, goed, het is dus nog steeds gewoon heel goedkoop om Bitcoin te verzenden. Dat zie je hier wel aan. We hebben natuurlijk echt op krankzinnig hoge fees gezeten. Dat gebeurde hier nog ten tijde van mei 2021. Maar ja, die tijden lijken voorlopig in ieder geval dus weer achter ons te liggen. Want sindsdien dus in een hele kleine, lage marge zich bewogen. Nou, de reden waarom die Bitcoin fees tegenwoordig relatief stabiel en laag blijven, die liggen volgens in ieder geval Eric Jakes. Dat is auteur van het Bitcoin-boek Seventh Property en een drietal hoofdoorzaken. In de eerste plaats noemt hij de steeds wijdere adoptie van Segwit. Dat zorgt er natuurlijk voor dat de data in de blokken, nou, op een andere manier wordt beoordeeld dat er eigenlijk meer data in een blok past en dus ook meerdere transacties kunnen worden verwerkt. Dat in de eerste plaats. Ook spreekt hij van een betere verdeling van de hashrate die daaraan bijdraagt. En de steeds groter wordende adoptie en het steeds breder inzetten van second layer oplossingen zoals met name het Lightning netwerk. Wordt steeds populairder, wordt ook op steeds grotere schaal toegepast. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de hoofdblockchain van Bitcoin steeds minder belast wordt daardoor. Daarnaast ziet hij ook nog andere ontwikkelingen in de markt, zoals bijvoorbeeld dat iedere grote exchange tegenwoordig grote hoeveelheden transacties bundelt tot één enkele transactie. Worden dus niet langer stuk voor stuk uitgevoerd en ook dat is natuurlijk een omstandigheid die ervoor zorgt dat die Bitcoin blockchain steeds minder zwaar belast wordt. En dat deze grafiek, een belangrijke grafiek dus, die van de hoogte van de Bitcoin fees steeds stabieler en ook lager wordt. Nou, prachtig bruggetje natuurlijk naar de ook steeds lager wordende belasting in Thailand op crypto. Ja, een bericht dat je misschien niet zo 1, 2, 3 verwacht, maar het is toch echt zo. Beste Thais, heb ik dat in ieder geval van dit artikel kunnen maken. Want per aanstaande april gaat het land de belastingen die worden geheven op crypto verlagen. Dat zouden ze in de eerste plaats gaan doen tot en met eind 2023. Dat blijkt in ieder geval uit de uitkomst van een overleg van het ministerie van Financiën dat ze gisteren hebben gevoerd. Want tijdens die vergadering werd er namelijk ingestemd dus met een voorlopige verlaging van de belasting. En ook nog een uitstel van eventuele aanstaande regelgeving die dus extra belasting zou gaan opleveren op crypto. Onder andere de 7% tax die wordt geheven op crypto trades. In ieder geval die worden uitgevoerd op gereguleerde exchanges valt hieronder. Dus die komt voorlopig ook te vervallen. En ze kijken ook al wat verder vooruit naar de toekomst. Want ze nemen bij deze verlagingen die nu al worden besproken ook direct trades mee die worden uitgevoerd in de CBDC van Thailand. Later dit jaar zou daarvan het pilotproject live moeten gaan. Dus dat bestaat nog niet eens. Wordt nu al meegenomen in de belastingvrijstelling. Dus ja, dat is op zich ook wel positief te noemen in bepaalde opzichten. Deze plannen die lijken te volgen op de hevige kritiek die de overheid eerder ontving op de gedeelde plannen. En dat waren de plannen omtrent het belasten dus van crypto. De overheid wil de hele industrie op deze manier een duwtje in de rug gaan geven, eigenlijk promoten, door middel van deze voorlopige uitzonderingspositie dus. Ervoor zorgen dat er ook in die periode, liefst ook daarna natuurlijk, de innovatie maximaal kan zijn rondom crypto in Thailand. Investeerders die kunnen verder eventueel gemaakte verliezen gaan wegstrepen of gaan aftrekken van gemaakte winsten in hun belastingaangifte. Dus dan heb ik het over crypto verliezen en crypto winsten. En dat kan ook weer verder belastingvoordeel gaan opleveren. Dus een hele positieve situatie die we in ieder geval rondom crypto zien op dit moment in Thailand. Zo ook de situatie rondom de crypto donaties in ieder geval die nog steeds massaal gelukkig worden gedaan richting Oekraïne. Totaalbedrag staat volgens in ieder geval de data van Elliptic inmiddels al op een ruime 60 miljoen Amerikaanse dollar. Dat bestaat dan onder andere uit donaties die rechtstreeks zijn gedaan naar de cryptoadressen van de Oekraïnse overheid. Maar ook het Comeback Alive initiatief, dat hebben ze bij elkaar gegooid op één hoop geveegd. Dan kom je dus in ieder geval wat betreft deze data op dit prachtige bedrag uit. Nou, dat bedrag komt natuurlijk niet zomaar aanwaaien. Dat komt mede door stand door verschillende grote donaties ook die zijn gedaan door allerhande projecten. Van de meest recente misschien wel de Bored Ape Yacht Club is. Ook zij hebben een grote donatie richting Oekraïne gedaan. Dat hebben ze gedaan door middel van het sturen van liefst 389 Ether. En ja, voor de snelle rekenaar en degene die goed op de hoogte zijn van de huidige koersen is dat op dit moment ruim 1 miljoen Amerikaanse dollar. Iets meer nog zelfs op dit moment dus. Dat zij die kant op hebben gestuurd.
ook weer een hele mooie toevoeging natuurlijk aan die totaalbalans. Op het Oekraïense Ethereum-adres staat inmiddels 2773 Ether ter waarde van dik 7,5 miljoen Amerikaanse dollar. Dus dat is natuurlijk niet mis. Ether is daarmee ook direct de meest populaire manier van doneren. In ieder geval doneren in crypto. 33,7% namelijk die wordt gedaan in Ethereum. Slechts 31,2% van de donaties komt binnen in Bitcoin. En 17% wordt gedaan in stablecoins. Maar inderdaad, ze accepteren daar ook Polkadot. Die neemt toch ook nog zo'n 14,5% van alle totale donaties voor haar rekening. Dus ook dat ziet er goed uit. Wil je dit nu heel goed in de gaten gaan houden? Waarschijnlijk wel, want het is tenslotte heel interessant en actueel natuurlijk. Dan kun je onder andere gaan kijken hier bij Flipside Crypto. Die hebben een dashboard opgericht waarin eigenlijk een heleboel data rondom de donaties en de stromen die erin plaatsvinden samenvat. Dat kun je hier dus allemaal terugvinden. Is niet de enige. Je kunt ook gaan kijken bijvoorbeeld op Miracle Science, want ook zij hebben zo'n dashboard live gegooid. En daar komen ze op een nog veel hoger bedrag uit dan die 60 miljoen Amerikaanse dollar. Hier gaan ze uit van ruim 90,5 miljoen Amerikaanse dollar dat op dit moment is binnengekomen. Hoe kan dat nu? Nou, ze maken hier gebruik van verschillende bronnen en donatieinitiatieven die ze dus allemaal bij elkaar vegen en aan elkaar knopen op deze manier. Ook een hele interessante om even goed doorheen te gaan kijken waarin, welke crypto dus komt dit nu binnen en allerlei andere informatie daaromheen. Voor de beide dashboards kun je de link gaan terugvinden hieronder in de beschrijving. Nieuws nog van een hele andere orde, maar ook zeker de moeite waard en op dit moment actueel en belangrijk. Namelijk Nederland gaat gebruik maken van haar oliereserves en dat voor het eerst in ruim 10 jaar. Hoe komt dat? Nou, dat raad je waarschijnlijk al door de huidige torenhoge olieprijzen en dus ook brandstofprijzen is dit besluit gevallen. Dat gaat voor Nederland inhouden dat er ruim 823.000 vaten olie dus uit de Nederlandse reserves op de markt gaan komen. Nou, die hoge olieprijzen, ja, je weet het inmiddels natuurlijk, zijn gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. Maar daardoor heeft het Internationaal Energieagentschap in samenspraak natuurlijk met alle aangesloten landen dus besloten dat ze extra olie uit de reserves gaan halen. In totaal gaat het om 60 miljoen vaten maar liefst. Uit verschillende noodvoorraden dus, waarvan 823.000 uit onze Nederlandse gaan komen. En Nederland moet dan ook volgens de huidige internationale afspraken genoeg olie op voorraad houden voor zo'n 3 maanden, 90 dagen om precies te zijn. Dat is nodig voor verschillende denkbare situaties waarin ons land dus geen olie meer kan importeren. Bijvoorbeeld in het geval van oorlog, maar ook in het geval van een boycott of een natuurramp. Daarvoor moeten we hier een dergelijk grote reserve dus aanhouden. Nou, het is ooit afgesproken in de jaren 70, of eigenlijk als gevolg van de oliecrisis in de jaren 70. Toen werden onder andere Nederland, maar ook verschillende andere westerse landen hard geraakt, doordat verschillende belangrijke olieproducerende landen besloten niet langer olie te gaan leveren. Dat zorgde natuurlijk voor grote problemen en sindsdien gelden deze afspraken dus, die ook nu weer eens uit de stof kunnen worden gehaald. Overigens, dat is ook wel belangrijk om er even bij te vermelden, is Rusland op dit moment nog steeds voor een bereid om olie te verkopen aan het Westen. Maar ja, er zijn steeds meer landen en ook bedrijven die die olie gewoon simpelweg niet meer willen hebben. Het kan ook zijn om imagoschade voor die bedrijven dus te voorkomen. Maar hoe dan ook, dit is iets, wel iets wat steeds meer gaat spelen en steeds actueler wordt. Even weer terug naar Nederland. In Nederland wordt dit allemaal beheerd, die reservevoorraad olie, door het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten, het COVA in het kort. Die organisatie die regelt dat door allerlei verschillende opslagruimtes te huren bij commerciële bedrijven. Ook een deel van onze reserveolie is overigens helemaal niet in Nederland opgeslagen, maar in het buitenland. Maar daaraan hangt dan de voorwaarde dat het in ieder geval binnen 3 dagen hier moet kunnen zijn. Die hoeveelheid reserveolie die nu op de markt gaat komen, laat ons even beperken tot het hoeveelheid die Nederland gaat leveren, oftewel 823.000 vaten. Gaat dat nou echt impact hebben op die prijzen aan de pomp? Nou, waarschijnlijk niet echt, want dat aantal vaten is ongeveer net zo groot als de totale hoeveelheid olie die we in Nederland in 1 dag verbruiken. Dus ja, dit gaat waarschijnlijk niet heel veel zolen aan de dijk zetten, een klein beetje een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk.
Dus waarschijnlijk gaat dat niet de prijzen direct verlagen, maar het zou een kortstondige kleine verlichting kunnen gaan geven in de oliemarkten in ieder geval. Andere belangrijke vraag die je misschien al direct opdoemt, van hebben we dan ook een soortgelijk systeem voor gas? Nee, dat hebben we op dit moment nog niet. Geen centraal geregeld reservesysteem voor of iets dergelijks. Mogelijk dat het dus in de nabije toekomst wel gaat worden ingesteld als gevolg van die huidige gebeurtenissen. Maar daar moeten we dus nog even goed voor kijken hoe we dat stukje gaan oplossen. Voor de olie worden de eerste stappen daarin al gezet. Dan begonnen we deze video natuurlijk met het heugelijke nieuws dat de cryptomarkt weer bijna volledig groen kleurt. Maar ja, hoe ziet dat er dan uit? Dat ga ik jullie laten zien in de koersen. En daarvoor gaan wij heel erg hartstikke snel naar tradingview.com. Gooien we open Bitcoin, uitgedrukt in Amerikaanse dollar. En wij halen al onze data bij Bitstamp vandaan. We kijken nu naar de dagcandles, omdat ik dit graag direct even wil laten zien hoe dat er dan uitziet. Dit is dus het exemplaar van vandaag, 9 maart 2022. Een plus op dit moment van bijna 8, of nou ja, op dit moment ruim, gaat snel 8,7%. En dat in slechts één dag. Betekent dus inderdaad dat we vanuit de onderkant van dit hele handelsgebied, dat grofweg ligt tussen de 37.000 en $42.000, in één klap naar de bovenkant en zelfs bijna daar voorbij zijn verhuisd. We hadden natuurlijk te maken met wederom een terugval hier. Je ziet eigenlijk iedere keer zo'n soort beweging heel erg snel van de onderkant naar de bovenkant. Dan wordt het hier wat lastiger en dan zakken we terug. Hier hebben we dat voor de tweede keer gezien, van totaal onder naar totaal boven. Weer een test in het volgende zonnetje, zakken weer terug. En nu is dit dus de derde keer, zoals ik hier wel vaker kan roepen, natuurlijk driemaal het scheepsrecht. Laten we hopen dat het in dit geval ook daadwerkelijk aan de orde gaat zijn. De derde keer dus dat we hier weer zo'n candle zien, bijna van de onderkant, iets hoger in dit geval, vanaf deze supportlijn eigenlijk, in één klap tot aan de bovenkant van dit handelsgebied. Dat is natuurlijk belangrijk, want dat betekent, als we daar daadwerkelijk bovenuit kunnen gaan komen, dat we in het gebied tussen de $42.000 tot $45.000 zitten. Dat is natuurlijk een wat prettiger gebied dan dat onderste stuk hier, sowieso, want het is nou eenmaal hoger. Maar ook hoe verder we afkomen van het risico dat we hier deze belangrijke support en deze op dit moment ook gaan verliezen. Waarmee we in één klap weer tot aan de $30.000 moeten gaan kijken. In ieder geval dat is het hele handelsgebied wat we dan weer mee te maken gaan krijgen. Nou, dat lijkt nu dus wederom eventjes afgewend. We zijn op dit moment aan het handelen op $42.000 en ruim $200. Dus echt net aan de bovenkant van deze zone. Laten we ook even gaan inzoomen naar de uurcandles. Om te zien hoe lastig wederom deze zone is. Je ziet hier dat die groei heel snel gaat. Het gaat in steeds grotere stapjes. En dan uiteindelijk zien wij hier dus, pas rond 4 uur, die enorme knal omhoog. Komen we eigenlijk in één klap, maar eigenlijk met de opvolgende candle weer in die zone terecht. Die 42k dus. Dan moeten we daar na een klein beetje pas op de plaats weer stapsgewijs ons in zelf gaan opwerken. Uiteindelijk komen we zelfs aan de bovenkant daarvan uit, boven die $42.000. Maar je ziet hier wel aan die aantal weken die daar bovenuit piepen dat het wederom een lastig gebied is. We zijn hier dus ook tegen die bovenkant aangeknald, zijn nu weer terug aan het zakken. Op dit moment wordt er eigenlijk een positief randje gegeven aan de test van de onderkant van deze zone, want je ziet namelijk dat we daar terechtkomen. En de eerste volgende uurcandle weer een plus van 0,8% op dit moment noteert. Daarmee zijn we dus weer aan de bovenkant van deze zone aangekomen en zijn we dan zelfs weer een nieuwe poging aan het doen om er bovenuit te gaan breken. Nou, je ziet het heel erg duidelijk dat we daar dus ook echt op dit moment mee bezig zijn. Hier heb je ook het eerdere verloop daarvan gezien. Daar inkomen is wat lastig, doorbreken gaat dan goed. Daarna, als je er eenmaal boven zit, is het dus een mooie support. Was hier overigens maar kortstondig, daarna was het weer een duidelijke resistance, maar dat gevecht is hier nu dus weer gaande. Overigens, dat hebben we aan het begin helemaal niet bekeken. Als we nu de weekcandles gaan bekijken, ziet dat er natuurlijk ook weer prachtig uit. Het moet natuurlijk nog een tandje bij straks, want we zitten hier al weken, eigenlijk al maanden mag ik inmiddels wel zeggen, in dit gebied een beetje vast. Nu zitten we daar dus wederom aan de bovenkant van, maar we willen toch echt een keer doorbreken naar die 45.000, wat hier eigenlijk al drie keer eerder is geprobeerd. En dan daarboven, want als dat gaat lukken, dan ligt die 50 natuurlijk weer misschien wel voor het oprapen. Of dat komt dan in ieder geval weer heel erg dichtbij. Nou, dit is het plaatje voor nu. We zijn weer bezig met dit belangrijke niveau. En we zijn dus weer bezig met een nieuwe poging om door te kunnen gaan zetten. Definitief wellicht naar die 45.000.
Dat was hem weer voor deze woensdag. In ieder geval wat betreft de crypto-koersen ziet het er goed uit. En dat is ook wel weer eens prettig natuurlijk in deze huidige omstandigheden om het wat luchtig en groen te houden. Ik hoop je morgen weer terug te zien, dan ben ik er namelijk weer voor je met een dagelijkse update, een video-update dan natuurlijk. Daarin met allerlaatste nieuws, alles dat met crypto en economie en met de grafieken van Bitcoin te maken heeft, ga ik dan weer met je delen. Subscribe jezelf even op het YouTube-kanaal van BTC Direct, een duimpje omhoog. Kun je die nog eentje missen? Nou, prima, nemen wij hem heel graag in ontvangst. Voor de rest staat je eigenlijk weinig te doen, behalve genieten van deze woensdagavond en natuurlijk morgen weer in te tunen bij de nieuwe video. Dus hoe dan ook, tot dan weer. Doeg!